In Woerden is een paard bijna gestikt omdat het veel te strak stond vastgebonden aan een hek. Het gebeurde op een zaterdagochtend in het buitengebied van Woerden, oktober vorig jaar. Het paard kon net op tijd worden bevrijd. De politie is nu op zoek naar getuigen om te achterhalen wie het paard, moedwillig of niet, bijna heeft laten stikken. Het paard staat die zaterdagochtend met drie andere paarden in een weiland aan de Schravensloot in Woerden, pal naast de waterzuivering. Het is ongeveer 9:30 als een voorbijganger ziet dat er iets geks aan de hand is. De paarden staan met z'n allen bij het hek. Het ene paard, een merrie, wordt hard getrapt door de drie andere paarden. Ze zijn overduidelijk in paniek. Als de man dichterbij komt, ziet hij dat de merrie een touw om haar nek heeft dat vast zit geknoopt aan het hek. Dat touw zit zo strak dat ze dreigt te stikken. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat ze getrapt wordt door die andere paarden. Die proberen haar los te krijgen. De man maakt foto's van het touw dat zo strak zit. Dan snijdt hij het los met een Stanley-mes en redt daarmee het leven van het paard. Hij schakelt de politie in en ook de eigenaar komt geschrokken naar het weiland toe. Het paard is gewond rond de nek en bij de flanken en de achterbenen. Dat laatste komt vermoedelijk door het trappen van de andere paarden. Ja, al met al is de merrie flink gehavend uit de strijd gekomen. Gelukkig heeft ze er verder niets ernstigs aan overgehouden en gaat het nu weer goed. Maar Jacqueline, jullie zijn uiteraard wel op zoek naar de persoon die haar zo strak heeft vastgebonden. Ja, inderdaad. Want we willen heel graag achterhalen hoe het kan dat het dier zo strak vastgebonden stond. Want ja, ze waren dus gewoon los in de wei. Nou, ze heeft het gelukkig overleefd. Maar als die voorbijganger niet had ingegrepen, dan had het echt anders af kunnen lopen. En trouwens, we hebben wel wat getuigen al gehoord in deze zaak. Oké. Er zijn bewakingsbeelden van dat waterzuiveringsbedrijf wat ernaast ligt. Wat is daarop te zien? Nou, daarop is te zien dat die ochtend een aantal mensen voorbij komen. We willen heel graag met die mensen in contact komen, want het kunnen hele belangrijke getuigen voor ons zijn. Ja, voor de duidelijkheid, het was dus zaterdagochtend 20 oktober vorig jaar. Laten we die personen eens bekijken. Om even over 9 die ochtend komt een man met een klein hondje in beeld. Zij lopen daar een paar minuten wat rond. Ondertussen komt een paar minuten later een jongen aan op de fiets. Hij rijdt 2 rondjes tot de man en het hondje zijn verdwenen. Dan fietst de jongen richting het weiland. En om 9:15 rijdt een donkerkleurige stationwagen langs. Ja, Jacqueline, we zien dus niet dat iemand dat paard met een touw aan het hek vastbindt. Nee, en daardoor is het ook echt wel lastig om de verdachte te vinden. We hopen dat deze drie personen zich bij ons melden en dat ze ons kunnen vertellen wat ze daar in dat weiland hebben gezien. En dan heb ik het dus over de man met het hondje, de jongen op de fiets en de bestuurder van de stationwagen die voorbij reed. Gaat het om u? Bent u een van die getuigen of was u daar niet, maar heeft u wel informatie? Bijvoorbeeld over wie dit gedaan heeft. Nou, de politie spreekt u dan heel graag en kan uw hulp echt goed gebruiken. U kunt contact opnemen door te bellen met een van de bekende tipnummers.